Wel, meneer de voorzitter. Als ik op zowel een regenachtige als een zonnige dag door Tiel heen fiets of wandel, zie ik dat we als Tiel doorpakken en we hard op weg zijn naar een mooiere fruitstad aan de Waal. Alleen wordt het financieel een grotere uitdaging om deze weg door te zetten. Ik ben als eerst zeer verheugd om te zien dat het aantal zonnepanelen op particuliere woningen als op huurwoningen toeneemt. We konden in de jaarstuk ook lezen dat het aantal duurzaamheidsleningen in trek is. We hebben als GroenLinks binnenkort ook een gesprek met een aantal initiatiefnemers voor een coöperatie. Met betrekking tot zonnepanelen. Alleen is het nog niet voldoende. De positie van Tiel op de ranglijst van gemeente Zonne-Energie is op nummer 331 van de 390 gemeenten. We hebben dus nog een hele lange weg te gaan. Maar duurzaamheid zit niet alleen in zonnepanelen of in windmolens. Duurzaamheid zit ook in de kleine dagelijkse dingen waar iedereen invloed op kan uitoefenen. Een voorbeeld hiervan is afval scheiden. En ik ben blij dat CDA hem al inkopte. We stimuleren onze inwoners om hun afval goed te scheiden, zodat dit zijn weerslag vindt in grondstoffen en in het milieu. Wat ons dan ook verbaast is dat we van onze inwoners goed gedrag verwachten in hun thuisomgeving, maar dit in de openbare ruimte niet stimuleren. We willen gedragsverandering teweeg brengen, maar accepteren het dat in de openbare ruimte alles, met goed geluk, in één afvalbak terechtkomt. Dit vinden wij een ongewenste situatie en willen dit dan ook recht gaan zetten. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. Wij dienen hierover een motie in vanavond. Tijdens een van mijn veelvuldige wandelsessies vanaf de Rivierenlandlaan richting de Siependaallaan werd ik ingehaald door een wat ouder stelletje op de fiets. Als je wat ouder bent, praat je ook wat luider, dus ik kon het gesprek meteen meekrijgen. Ze hadden het over, jawel, de slechte staat van het fietspad. Ik wilde dus nog aanspreken met de mededeling dat het eindelijk hersteld zou gaan worden. Maar iets weerhield me, want pakken we deze problematiek namelijk wel echt aan? Als GroenLinks vinden we van niet. Het college heeft het tijdelijke herstel van deze fietspaden opgenomen als een onvermijdelijke uitgave. Voor een totaal €22.500 per jaar worden deze fietspaden jaarlijks hersteld. Onbekend hoeveel jaren dit zal doorgaan. Wij vinden het vooruitschuiven van een grote problematiek die alleen maar groter zal gaan worden, zodra de schade zich door zal zetten naar de hoofdwegen. Dan hebben we nog een grotere kostenpost en meer onveiligheid. Wij vinden dat we daarom ook moeten kiezen voor de structurele oplossing. Eens die weliswaar wat meer geld kost, maar die het wel in één keer oplost. Met de tijdelijke oplossing bereiken we op een gegeven moment een eikpunt, waardoor de structurele oplossing goedkoper wordt. Laten we nou als raad ook kiezen voor de veiligheid van onze fietsers en op den duur ook voor de weggebruikers. Hierover dienen wij ook vanavond een amendement in. Ik heb de ondersteuners niet eens genoemd, excuus, dat komt zo. Het volgende amendement is al twee keer ingediend vanavond. Het gaat om VV Waddenooyen. Wij vonden als GroenLinks dat zij vorig jaar al het recht hadden op een kunstgrasveld, maar helaas zijn toen andere keuzes gemaakt. Dit jaar krijgen zij hopelijk wel het grasveld waar ze op hopen. Wij dienen het amendement van ChristenUnie hierover dan ook mee in. Voordat we over Waddenooyen hebben gestemd, ligt er ook al een voorstel van Theola. Dit roept dan ook de volgende vraag als GroenLinks-fractie bij ons op. Moeten wij als raad niet gaan nadenken over deze onderhoudproblematiek bij sportverenigingen? Ieder jaar is er wel een sportvereniging die bij de gemeente om hulp vraagt voor een onderhoud. Moeten wij niet eens gaan nadenken hoe we dit structureel kunnen gaan aanpakken, in plaats van iedere keer de perspectievennota af te wachten? Ik had iets over zorg, maar dat is net al gezegd met de jaarstukken. Meneer Zuidema had het al over burgerparticipatie. Er worden ook vanavond moties ingediend over burgerparticipatie door het CDA. Mooie initiatieven zijn bijvoorbeeld de Moestuin en de Hertogenwijk en ook de wielerbaan. Maar wat is wel en wat is geen burgerparticipatie? Wat zijn de kaders? Ik ben blij dat we hierover in het najaar een discussie gaan voeren met z'n allen. Dit is ook hoog nodig omdat onze rol als raad ook verandert. Wij vinden als GroenLinks wel dat we moeten durven om groot te dromen. Of in het geval van bijvoorbeeld wat kleiner. We zijn als fractie benaderd door een groep inwoners die groot dromen over klein wonen. De Tiny House Beweging in Tiel. Een groep burgers bij elkaar die kleiner en duurzamer willen wonen en het ook in Tiel mogelijk willen maken. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en zien dit als de ultieme vorm van burgerparticipatie. Laten wij met z'n allen voor Tiel ook groot dromen, maar in kleine en verantwoorde stappen.